En ik vind het dus betreurenswaardig dat in de nasleep van de presentatie die gebalanceerde conclusies van het rapport verloren zijn gegaan. En zo werd ineens Wouter Bos de gebeten hond. En daarmee wordt niet alleen Bos, maar wordt ook het werk van de commissie tekort gedaan. En zoals we van Wouter Bos konden verwachten, heeft hij zich de afgelopen week met verve verdedigd tegen onheuse en onjuiste aanvallen op zijn optreden in der tijd. Maar laat ik het hier ook nog even extra benadrukken. Ik ben ontzettend trots op wat minister Bos heeft gedaan in die crisis. Het rapport van de enquêtecommissie laat zien dat hij de moeilijkste besluiten in de kortst mogelijke tijd nam en zo het land behoedde voor grote chaos. Hij verdient daarmee ons respect en onze dank.